Goedenavond, dit is het COVID-19-journaal. Na bijkans een maand operationeel te zijn, heeft het Quick Response Team van het commissariaat Noordoost wat zaken voor ons op een rij gezet. Spijtig genoeg blijkt dat vooral in de middaguren en weekenden borrelfeestjes worden gehouden. Soms gebeurt dit stiekem, achter gesloten deuren. Ook het samenklitten van jongeren na schooltijd is door het Quick Response Team opgevallen. Er zijn zelfs uitvaartdiensten geweest waar men voorbij gaat aan de COVID-19-protocollen. Politiebrigadier Rajinder Kumar Doutal van het COVID-19 Quick Response Team in Paramaribo geeft ons de laatste stand van zaken en waarschuwt dat er streng zal worden opgetreden bij dit soort overtredingen. Er is een buschauffeur hier, dit is IMIO aan de Scholiekeurstraat. De studenten zitten dicht bij elkaar en een paar van ze hebben geen mondkap. Bij de zien van de politie, dan dragen ze snel hun mondkap. Ze zijn bezig op bus te wachten om naar huis te gaan. Hier hebben we HAVO-VWO. Er staat een andere groep hier. Ten tijde dat ze lessen volgen, dragen ze wel hun mondkap. Maar nu dat ze vrij zijn om naar huis te gaan, dan ziet u dat ze in groepen staan, maar ze dragen geen mondkap. Goedendag. Hoe is het met u allen? Jullie zijn studenten. Ja. En jullie staan zo mooi in een groep te praten, maar waarom hebben jullie geen mondkap op? Maar u weet dat er COVID-regels zijn, dat we elkaar niet gaan besmetten. Zijn jullie al vrij van school? Ja, maar dan waarom gaan jullie naar huis? Ik denk dat dat ook naar huis gaat. Oh, oké, maar ik zie ook dat het regent. Maar zorg u toch ervoor dat u op een bepaalde afstand staat van elkaar, zodat u zelf... Ja? Oké. De Quick Response Team heeft in deze periode 215 gevallen gehad, waarvan 139 meldingen zijn geweest via de 105 kliklijn en de overige gevallen zijn ten tijde van de surveillance aangetroffen. Er zijn nog steeds personen, restaurant, bar, café, die de COVID-19 maatregelen niet in acht nemen. In de middaguren en in het weekend vooral worden er nog steeds huisfeestjes georganiseerd. In de barcafés worden er in gesloten ruimtes geborreld. Voor de scholen en de winkels worden er nog steeds een samenscholing aangetroffen. Tijdens de rouwzitting en de crematies mogen er niet meer dan 50 personen aanwezig zijn. We hebben opgemerkt dat men deze regel ook niet in acht neemt. Er zijn verschillende adressen waar een rouwzitting gehouden wordt. Mijn mensen, houdt u rekening mee dat de politie ter plaatse gaat komen. Het is niet netjes dat tijdens uw rouwzitting de politie ter plaatse is. En ook de crematie, dat er niet meer dan 50 mensen aanwezig zijn. Wij van de Quick Response Team gaan de nodige maatregelen treffen, wat een beetje onaangenaam gaat zijn voor u. Maar houdt u rekening met de COVID-19 maatregelen. Al deze gedragingen zijn verboden, volgens de protocollen van de COVID-19 maatregelen. De politie gaat heel streng optreden tegen personen die zich schuldig maken aan de wet uitvoering burgerlijke uitzonderingstoestand. Ik vraag aan de gemeenschap namens het Korps Politie Suriname, als u een overtreding constateert van de COVID-19 maatregelen, om dan gebruik te maken van de 105 kliklijn en de melding door te geven, zodat wij van de politie de concrete maatregelen kunnen treffen tegen deze overtreders. Ik wil u middels deze ook meegeven dat de beller zijn of haar gegevens niet vrij wordt gegeven. Anders gezegd, u mag ook een anonieme beller zijn. Geen van die heren hebben een mondkap op. Ze zitten zo dicht bij op elkaar.
Goedendag. Hoe is het met u allen? Jullie zijn vrij van school. Waarom gaan jullie niet naar school? Maar jullie kunnen naar huis toe. Oké, maar dan nog kunnen jullie toch een mondkap op. En de sociale afstand, distance, hebben jullie ook niet in acht genomen. Ja, ze zijn van de pers. Ze zijn samen met ons. Begrepen? Jawel. Oké. Ik ben blij dat u uw mondkap op hebt. Ja, en houdt u het zo. Bedankt. Ja. Doen, doen en nogmaals doen. Geef alsjeblieft misstanden bij u in de buurt door aan het Quick Response Team. Dat kan op het telefoonnummer 105. Vergeet u ook niet dat ons land na 10 uur 's avonds nog altijd in de lockdown is. In de middaguren hebben we ook aangetroffen dat bij Wakapasi, de zogenoemde Wakapasi, er een enorme drukte heerst. We praten met de mensen, we proberen ze overtuigen wat de maatregelen zijn en welke acties ze moeten ondernemen om zichzelf te beschermen. Ik vraag van hieruit ook aan de gemeenschap, als u te Wakapasi gaat, houdt u rekening mee dat de COVID-19 maatregelen in acht worden genomen. Verder hebben wij ook opgemerkt dat na de 10 uur, de lockdown, heel wat automobilisten nog op straat zijn. Wij van de politie, bij het betrappen dat u na de lockdown nog over straat bent, gaan we meenemen naar de politieacademie. En dan gaan we de nodige maatregelen treffen. Dus mijn mensen, blijft u thuis na de lockdown en houdt u de regels in acht. De jaarlijks terugkerende meerdaagse social media conference die had moeten plaatsvinden in de maand juni is dit jaar niet alleen op een later tijdstip gehouden, maar ook onder alternatieve omstandigheden. In plaats van diverse venues in Suriname vond de social media conference in de laatste week van oktober voor de eerste keer online plaats. Jean-Luc van Charente, CEO van Ineffable NV, vertelt wat de voor- en de nadelen waren van de voorbije social media conference. Ik ben Jean-Luc van Charente, CEO van Ineffable NV, een van de mede-organisatoren van de social media conference 2020. Ja, is er veel veranderd door COVID? Ja, heel veel. In een normale situatie hadden we deze conference in juni. En was het een 2- of 3-daagse conference in de Banquet Hall en in de ballroom van Torarica. En nu is alles digitaal. Eigenlijk op 1 klein ding na is alles digitaal. Het grappige is, digitaal heeft zijn voor- en zijn nadeel. Het grootste nadeel is natuurlijk dat de persoonlijke interactie wat minder is. De fysieke interactie is er niet. Je kan niet even een selfie makkelijk maken. Maar men heeft creatieve manieren gevonden daarop om dat toch nog te doen. En als we kijken naar de positieve situatie, is dat we dit jaar 14 sprekers uit het buitenland, 14 van de 34 sprekers zijn buitenlandse, of van 14 van de 34 sessies zijn met sprekers uit het buitenland. En dat zou zeker niet mogelijk zijn geweest als we al hun tickets en dergelijke zouden moeten betalen. Dus dat is ook weer een voordeel. Wat gaat er eigenlijk allemaal toe bij de social media conference? Nou, we hebben dit jaar een volledig digitale conference van 5 dagen. Het is veel meer dan normaal, omdat we ook geen simultane sessies hebben. Dus normaal gesproken heb je een sessie in de banquet hall, een sessie in de ballroom. En dan kan men kiezen of men naar e-commerce wil of social media. In dit geval hebben we gezegd op maandag is strategie. Op dinsdag hebben we online marketing, op woensdag hebben we social media, op donderdag hebben we, dat is dus vandaag, hebben we e-commerce en op vrijdag hebben we content marketing. En dan van 8:30 in de ochtend tot 7:00 s'avonds zijn er de hele dag door sessies die men kan volgen. Dus iedereen heeft de inlogcode en die logt in en kan dus zelf op zijn of haar tijd de sessie live volgen of de volgende dag nog terugkijken. COVID-19 heeft hoe dan ook op deze high-tech branche zijn weerslag gehad. En toch was het voor sommige deelnemers weer anders. De social media conference van dit jaar is digitaal geweest. Mijn sessie was op dinsdag 27 oktober. En het was een heel andere ervaring, omdat het de eerste keer is dat ik digitaal iets moest presenteren aan het publiek. Maar het was wel goed gegaan, als ik het zelf moet zeggen. Het is wel anders, want je ziet niet met wie je praat. Je kan alleen terug gaan kijken wie heeft gereageerd op je sessie. Maar je ziet niet met wie je hebt gesproken. Dus dat was een heel andere ervaring.
Het leukste is het leukste van niet voor een publiek staan is dat je minder zenuwen hebt. Maar tegelijkertijd, als het digitaal is, heb je echt veel zenuwen, want je weet niet wat men zegt of hoe men naar je kijkt. Als het echt live was, face-to-face, zou ik het veel beter vinden, want dan heb je echt interactie met je publiek of on the spot. Maar voor de rest niet echt veel verschil als het gaat om wat je presenteert of wat je moet doen. Wel, aan andere content creators wil ik zeggen, blijf content pushen. Zolang je weet dat je veilig bent of dat je voorzichtig bezig bent, dan why not? Doe je ding, blijf gewoon doorgaan. Ik ben bewust gestopt omdat ik weet dat ik, wanneer ik terugkom, dat ik echt hard terugkom en ik heb heel veel verrassingen. Maar aan die andere mensen die nog bezig zijn of die bezig willen zijn, COVID moet je niet stoppen. Je kan gewoon doorgaan met wat je doet en ja, doe je ding, je weet toch. Als content creator heeft dat heel COVID gebeuren mijn werk helemaal op pauze gezet. Ik heb niet alleen al 2 maanden lang niet echt content geproduceerd op mijn eigen channels, maar ook dat ik niet echt vrij meer kan bewegen. Ik kan niet vrij uit huis gaan zoals ik gewend ben om in de avonturen over straat te zijn. Je kan ook niet gaan mengen met mensen, dus dat alles is een beetje on hold gezet. Ja, qua werk. Ik werk voor de media, dus ik moet over straat zijn de hele tijd. So, ik ga echt voorzichtig moeten zijn. Dat. Het is heel bijzonder. We hebben een geweldige closing keynote speaker kunnen halen. Ik vind het geweldig dat we niet alleen de buitenlandse sprekers hebben, maar ook 20 lokale sprekers die hun expertise met de Surinaamse samenleving delen. Maar natuurlijk ook geweldig dat we award-winning sprekers hebben, waaronder onze closing keynote spreker die 7 bestselling boeken heeft. In deze editie van het COVID-19-journaal is er onder andere gesproken over burgers die de COVID-19-protocollen overtreden. Wij vragen u als burger om uw sociale pet op te doen en toch nog de controle op deze burgers te doen. Geef AUB door, mocht u misstanden bij u in de buurt opmerken. Gewoon door te bellen op het nummer 105. En we merken aan de dalende cijfers dat het werkt. Wat werkt? De COVID-19 maatregelen. Mondkap op, handen wassen en AUB de sociale afstand houden. Dit was het voor het COVID-19 journaal. Goedenavond.